Ik heb griep. Ik haalde mijn griepprik niet en nou heb ik griep. Ik weet niet of het influenza is, ik weet niet of het Mexicaanse of vogelgriep is, maar in ieder geval heb ik griep. En griep is een beetje doodgaan en het gaat altijd vanzelf over. Dat wil zeggen, bij de meeste mensen. Maar we moeten ons realiseren dat vaccinatie heel vaak een punt van discussie is. Een soort van Arminius en Gomarus theologische strijd over of je de griepprik nou wel of niet moet halen. Recent is er in een belangrijk medisch tijdschrift in Nederland een stuk geschreven dat het eigenlijk niet zo verstandig is om die prik te halen, omdat het bij anders dan risicogroepen, zoals mensen met astma en mensen met hart- en vaatziekten, eigenlijk geen echte verbetering geeft. Dat heeft een soort tsunami van reacties opgewekt. En het is zo dat inderdaad wellicht die griepvaccinatie weliswaar niet 100% beschermt tegen alle virusinfecties die je in de winter kan oplopen, of tegen alle complicaties die er daarvan bij oudere mensen kunnen komen. In ieder geval is het wel duidelijk dat er elk jaar in Nederland een aantal honderden mensen doodgaan aan de gevolgen van influenza. Niet alleen van allerlei andere longproblemen, maar echt van influenza. En we weten ook dat de vaccinatie die daartegen gegeven wordt in de meeste gevallen bescherming biedt. Waarom meld ik eigenlijk nu in een reis en in een buitenlandprogramma dat die griepvaccinatie zo belangrijk is? Nou, juist iemand die frequent reist, die zoekt plekken op waar helemaal de epidemiologie, dus het voorkomen van griep of andere infecties, niet zo voorspelbaar is. En dat zoekt zo iemand op en is daar dus ook niet op voorbereid en heeft daar ook zijn vaccinatie op dat moment niet op ingesteld. En als hij daar in een ziekenhuis terechtkomt, is datgene waarvan in Nederland onder andere geroepen wordt dat als je gecompliceerde problemen met griep en infecties hebt, dat je er dan wel doorheen komt, zijn daar afwezig. Dus ik zeg altijd tegen reizigers die frequent moeten reizen naar plekken waar de gezondheidszorg niet is zoals die dat in Nederland is, haal elk jaar toch maar je griepvaccinatie. Er is voldoende aanwijzing dat het werkt en het heeft destijds ons toch ook geholpen bij het voorkomen van een zeer uitgebreide Mexicaanse griepuitbarsting.